Goedemorgen, het is donderdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij hebben nu school. Hé, hey, kijk uit, wordt je haar blauw. We hebben net gerekend en we zijn nu aan het schrijven. Ja. En Eden is even aan het spelen. Stoor je mee. Oh, storretje, sorry. Nou, ga maar verder. Voilà. En als. Het is lang. Ja. En ondertussen doe ik dan klein met Elen. Dit is Sven's thuiswerkplek op deze Albert Heijnkrat. Ja, we komen er wel. We komen er wel, jongens. Maar goed, het is dus weer een nieuwe week. Don't break my setup. Het is dus weer een. De week is weer. Enigszins, tenminste, het is nu donderdag. Vandaag was het wel een drukke dag op werk. De kids worden zo weer opgehaald. Hebben we dit gemaakt als een opdrachtje van bij Niels. Dan heeft Elen ook meegedaan. En zo vermaken we ons wel. Hè, schat? Oh, Niels heeft vanmorgen een spin van dichtbij bekeken. En. Ja, dat is de reden ook meteen dat het spin was. En heeft ook een paar regenbogen bijgetekend voor de sfeer. Dus nou, ik probeer alles naar ons beste vermogen te doen. Kijk. Wat is dat? Is dat een bloem? Nee. Oh. Lipstick. Oh, echt waar? Mooi. Nom, nom, nom. De werkdag zit nu, begint de volgende werkdag. De kids komen zo thuis, dus we hebben de boel afgesloten, het eten staat aan. En dan gaan we nog naar de volgende ronde, hè, meetens? Met je mooie ogen, hè? Dit is, wat moet je daar nou mee? Goedemorgen, het is vrijdag. En ik dacht eigenlijk dat de kids hier zouden zijn vandaag. Maar mijn ouders wilden ze nog wel een dagje meenemen. Wat heel fijn is, want ik moet nog wat werken. En het huis schoonmaken. Zij moet sowieso werken. En er zijn nog een aantal dingen die we voor het nieuwe huis moeten doen. Want er is vandaag een deadline. Dus het komt er eigenlijk heel goed uit. Ik ga nu nog even van de kids genieten voordat ze weggaan. En dan ga ik knallen aan het werk. En dan volgende week doen we dan een dagje minder met mijn ouders. Maar dit is al mega luxe. Dus ja. Ik merk wel dat ik een beetje last begin te krijgen van mijn polsen, mijn schouders, et cetera. Voor die fantastische werkhouding. Maar goed. We gaan weer voor vandaag. Ja. Niels gaat de instructies van de juf. En dan gaan we zo aan de slag. Oh, ja, zijn jullie mooi aan het tekenen? Oh ja. Zo meteen komt de loodgieter, die is vorige week ook al geweest, want we hebben problemen in de keuken. Dat het water niet goed doorstroomt, maar het is nog niet opgelost, hij moet terugkomen. Maar hij is net 2 dagen in Brabant geweest, dat je denkt, help. Maar ja, dat is lastig. Dus hij zei, ja, zijn jullie verkouden? Nee. Dus ik zei, ja, ben jij nog een beetje bacillvrij doorgekomen? Dus nou, wel een hoop bacillen, maar ik voel me goed, dat ik denk, maar... Heen dan bij mensen. Nou goed, ik hoop dat hij dat soort grapje bedoelde. Maar vind ik het zo ingewikkeld. Dus hebben we nu afgesproken dat ik gewoon in de slaapkamer blijf. Sven blijft op afstand van die man natuurlijk. En dan ga ik daarna nog een keer schoonmaken. Alles wat aangeraakt is. Maar ja, wel een beetje. Ja, aan de andere kant, we kunnen hier ook zeg maar niet mee door. Want ja, het stroomt niet door. Dus ja, je wilt het probleem ook natuurlijk niet groter maken. Dus. We gaan het zien. Ga ik gewoon even lekker vanuit bed werken. Maar goed, ik ben nog even een memo aan het schrijven. En dan is het klaar voor vandaag. En dan time to relax. Tenminste, time to relax. Dan komen de kinderen alweer, denk ik.
denk ik wel. Dat is ook relaxen, maar andere vorm van relaxen. Het is inmiddels alweer avond. Ik ben een beetje stil voor de kids. Ik heb even mijn nageltjes gelakt in het lila. Want er komt heerlijk weer aan. Dit is de kleur Go. Go Ginza van Essie. Ik vind het wel leuk. Ik heb eigenlijk nooit dit soort kleurtjes op, maar... echt helemaal de hele avond al gek gehad door de klas heb van Niels. Maar goed, ik ga lekker tanden poetsen. En dan zit mijn vrouw hier altijd, want tijdens tanden poetsen spelen we met haar. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Dan pak ik altijd een speeltje. Dan gaan we hier dus ook gewoon liggen. Deze. Ik vind het fantastisch. Of zo'n rachpijpje. Of gewoon een balletje. Lekker slapen en dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag. En nou, zaterdag was ik dus al op mijn haar. En meestal probeer ik er dan ook even wat mee te doen. Dan zit het de rest van de week gewoon, of tenminste de rest van de dagen, gewoon beter. Ik deed natuurlijk steeds die nieuwe techniek. Voor krullen, heel leuk. Maar ik dacht, ik ga nu weer eens voor steltang. Ik wissel het een beetje af. Maar ik moet zeggen, de laatste paar keer heb ik steeds die nieuwe techniek gebruikt. En dat vond ik wel leuk. En nu doe ik dan met mijn steltang een beetje, ook een beetje beach waves. Maar ja, dat is toch net iets anders. Deze hipster en ik gaan even naar buiten. Papa en Niels zijn even samen. Zij gaan tegenwoordig vaak, dan gaat Sven hardlopen en dan gaat Niels erachteraan met de, zeg maar, gaat Niels op zijn trappersfiets. Kom maar, Edin. Jassen. Ja, je jassen. Jassen. Ja, jassen. 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 Jassen, jassen. Nee, springen, ga je springen? Op de mama. Vind je die mooi? Ja. Oh, dankjewel. Dicht. Wil je fiets pakken? Ja. Oké. Volgens mij is hij daar, lieverd. Gisteren stof gezogen, jongens, en gedweld. En nu is een... ben. Goed. Dit is trouwens het eindresultaat van mijn manen. Wij gaan even oude kleren van Niels en Eden naar mijn beste vriendin brengen. En die droppen we dan even voor de deur. Dat hoort in een gat. Zo is dat is te zingen. Ja. Leg dat maar eens uit. Goed, dus dat gaan we even doen. Het is heerlijk weer. De vloer is lava. Oh jee. Dus je hebt hete voeten. Ja, ik dacht al zoiets. Zo, mama. Daar is de koude lava en hier is de warme. Oh, gelukkig. Oké, nou dan sta ik hier goed. We hebben even geluncht, Eden is naar bed. En eventjes de spulletjes langs gebracht. En nu ga ik eventjes puzzelen. Wat ook wat, hè? Dan kan je het tegen de vrouw. Oh ja, en dan zeg maar poetsen. Kan maar gebeuren. Het was dus net daar nat en dan gaat ze dat er schoonmaken. Nee, dan gaat ze een doekje en dan gaat ze poetsen. En dan gaat ze alles schoonmaken.
net even om mijn rood hoofd te vallen, maar het is gewoon van de warm hoor, geen paniek. Ik heb weer ze buiten gezeten, bij ons dan, in de puin. Mijn haar zit leuk, zit van de leuk. Ik heb even gesport en nu ga ik even afspoelen, want ik heb best wel een beetje gezweet. Oh, ben je nog even aan het eten? Ja. Neem ik ook een koekje. Hey, hallo, ik ben de kok. Oh, hallo de kok. Je ging toch een minuutje maken? Ja hoor, ik zit toch te verblijf. Nou, Niels heeft een hapje voor je. Oh ja, hallo. Iets meer alsjeblieft. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb me aangekleed. En nou, wij, ik heb begrepen dat ik de slechterik ben en Niels de goeierik. Dus daar gaan we dan maar voor. ja, dit is mijn outfit of the day. Ja, kom maar. Ik ben bezig met een bike voor hem. Groter, want hij heeft nu een kleine. Mama? Ja? Omdat dit dan mijn pieuw was? Ja, heb ik ook een pieuw dan? Ja. Dus misschien dat we die vandaag kunnen ophalen met gepaste. Ja, dat is wel belangrijk, want ik ben de slechterik. Gepaste afstand. Dat is onze enige mogelijke plan van vandaag. Oh. Oh, kijk eens. Dat is goed werk. Lekker eten, Jan Jan. Maar mijn kan vuur. Mijn kan water. Dus kan ik het blussen zo? Nee, deze kan bliksem en deze kan vuur. Confetti doet mij dan zo. Oh ja, nou zeg, doen we nog even in de prullenbak. Even de korte broeken aan hier. Wil jij die in de prullenbak gooien, Elin? Goed zo. En Niels en papa gaan zo koken. Ik was weer heel duizelig. Ik denk nu dat het misschien toch weer dat evenwichtsorgaan is. Maar goed, vind ik goed. Ik heb even geslapen, nu gaat het wel. En we gaan zo eens even zijn oude fietsje de bel en zo eraf halen. En dan op zijn nieuwe fiets schroeven en dan gaat zijn oude fiets de berg in. Ja, die is die mooi, hè? Weet je, de broeken. Ja, een broek, hè? Oké, duwen. Zo, lekker. Goedenavond. Ik moet even wat printen. Dat is een hele gezellige dag. Ja, weet je. Je filmt volgens mij gewoon niet zoveel. Omdat er, ja, je bent eigenlijk alleen maar binnen. Ik moet even een pakketje terugsturen. Ik ga nu lekker bank hangen met mijn lief. Want daar ben we wel aan toe. En ik zit zich lekker op bed. Hij heeft heel lang geslapen. Het is de middag, dus die lag iets later in nu. En die zit er net in. Die zaten dan normaal. Dat was overigens niet de bedoeling. Maar goed, ik moest de bed nog opmaken. En ik heb een van een pyjama die veel te klein is. Zijn armen zaten als een soort rollades in. Dus heb ik de boutjes korte mouw van gemaakt. En nu zit hij goed. Dus nou ja, goed, dat was allemaal wat ik onthoud. Maar iedereen ligt er lekker in. Wij gaan lekker relaxen en ik zie jullie, wat je nu hoort, de printer. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tegen de tijd dat jullie dit zien, is het allemaal beter in ons land en in de wereld. Dankjewel voor het kijken. Doeg!